je leert steeds meer, hè? En je geniet ook. Ik geniet steeds meer van mezelf en van het er zijn. Dan zit ik hier in die stoel en dan straal ik werkelijk van binnen. Want je hebt wel een gevoel voor schoonheid, hoor, Rita. En dat heb ik aan Osho te danken, dat ik heb leren schilderen. Ja, absoluut. Dat is het. Ja, ja. Hoe ben je op het pad naar Osho gekomen, Gita? Ik ben van voor de oorlog. De oorlog, hè? Ik bedoel niet de Eerste Wereldoorlog, maar voor de Tweede Wereldoorlog. Het is een hele armoedetijd geweest. Ja, de gesprekken thuis gingen ook over de oorlog in Duitsland dan, hè? De toestanden in Duitsland. Voordat er eigenlijk al oorlog was, was er al dat nazi-systeem, hè? Dat ik dus geboren ben als katholiek. De paus is de baas en die weet precies hoe het allemaal moet en hoe het zit en alles. En daar werd nooit aan getwijfeld. Hè? En je moest dus altijd doen wat je man zei en naar bed gaan met hem als hij dat wou. Hè? Dat is allemaal helemaal duidelijk gemaakt in de jonge jaren door de pastoor. En nou ja, op een goed moment kwam de pil op de markt. En de pil die was niet tegen het leven, maar die was tegen de conceptie. En toen dacht ik, oh wat een uitkomst is die pil. Geweldig. Kom me daar de paus in Rome vertellen dat dat niet mag. Ik zei, wat jij ouwe knikker. Wat weet jij van het ongeluk van het kind. Dat, hè, van de ouders die het kind niet willen hebben. Iedereen is ongelukkig en jij gaat zeggen dat dat moet. Dat bestaat niet, dat kan niet. Dit is het eind van het katholiek zijn. Helemaal. De kerk ben ik nog één keer in geweest met paas, met kerstmis. En dat was allemaal heel mooi. De dienst mooi. Ik vond het de geuren van de wierook en zo. En de orgel en het zingen, allemaal prachtig. Totdat de pastoor de preekstoel opklom en ging praten. En toen ben ik de kerk uitgegaan. Want wat hij zei, daar was ik het helemaal niet meer mee eens. Ik vond de omgeving van de kerk, de binnenkant van de kerk, de rituelen, alles. Gewoon, ja, dat is bij Osho wel gebleven. We hebben daar altijd gezongen en muziek gemaakt. Celebration, ja. En celebration. Hè? Dat is hetzelfde. Dus het is niet. Maar de tekst is al heel anders. De woorden zijn heel anders. Waar die voor staat is. Waar de kerk ook wel voor staat. Maar het is meer theorie dan praktijk eigenlijk. De mensen die echt katholiek zijn, die zijn dan ook wel heel braaf. Ik was vrij. Helemaal. Maar dan val je in een gat. Dan heb je je leven lang aan de hand van de paus gelopen en de paus die deugt niet meer. Wat nu, hè? Dus ik zat daar in een gat eigenlijk. En mijn oudste kinderen die studeerden. Nou, behalve studeren deden ze nog stoute dingen. Hè? En op een goed moment dacht ik, ja, jullie zijn ook de kerk uit, dat is duidelijk. Maar wat makes you tick? Wat is er voor in de plaats gekomen? Want ik zit vast eigenlijk. Ik heb niks om aan. Ik weet niet. En ik zal het nooit vergeten. We zaten nog in dat andere huis met de open haard in de brandende in de zitkamer. En de ene kant zat mee en de andere kant zat Beatrice. En ze keken naar elkaar, zullen we niet iets vertellen, hè? En met Beatrice, nou mam, het zit zo. En die begon over de nieuwe, wat je in Amerika had, dat die nieuwe wave van psychologie en groepen doen en wat er dan tevoren zijn. Oh, dat is ook iets voor mij. Ja, als je nou maar niet denkt dat je ons dan terugkrijgt, hè? En dat was het antwoord. Ik zei, nee, ik doe het voor mezelf. Ik ga dat ook doen. En op een goede dag zei ze, ik wil eigenlijk een appartementje hier in Amsterdam. En
Een week later zegt ze, mam, ik ga naar India. Want ik heb nu die mensen teruggezien die naar India waren geweest vanuit Londen. En mijn vrienden zijn dat. En ja, de namen weet ik niet meer, maar ik ken ze ook. En die zijn zo veranderd in hun voordeel. Ik wil ook naar India, want ik wil ook veranderen. Dat is het begin geweest van mij, dat ik eigenlijk de kinderen ben gaan volgen. Ik zat vast, ik moest. En dus de kinderen die wisten wat ze wel wilden. En ik heb volledig vertrouwen in mijn kinderen, totaal. Wat ze doen ook doen, dit is oké, okay, dat is jouw vrijdag. Ze zijn altijd vrij geweest. Dus toen zij zei, ik ga naar India, toen zei ik, nou, als die meneer in India, als dat voor jou goed genoeg is, dan is hij dat ook voor mij. Dan moet je me waarschuwen. En dan wil ik dat ook in ieder geval proberen. En ja, nou ja, ik zat met een gezin met kinderen nog. En een man. Dus tussen Sinterklaas en Kerstmis ben ik voor het eerst naar Pune gegaan. 2 weken precies uit en thuis. En nou, daar zat ik dan. Had ik even 10 dagen de tijd. En dat was zijn verjaardag, de 11e december. Ja. Mm. Ja, en ik daar naartoe, hè. Na 2 dagen bijkomen van de reis en zo. Nou, nu moet je maar eens komen, want nu is hij jarig. Nou, ik naar dat hek en ik kom daar binnen en het is er een keet, zeg. En lawaai en een muziek en een dans op straat. En ik dacht, wat is dat godsdienst, weet je? Is dat, wat is dit? Daar wil ik geen raad mee. Nou ja, je bent er nu. Ga maar door. Dus 's avonds ben ik daar naar de Darshan geweest. En dan ging iedereen op zijn knieën voor Osho liggen. Ik zei, ja, dat kan ik niet. Dat doe ik niet. En ik ben blijven zitten. En toen ben ik weer naar huis gegaan. En want ik moest maar eens die avond komen. Dat was eigenlijk wel een toestemming, maar ook wel een bevel. Zo. Nou, ik weer naar het hotel terug en kon niet slapen. Hè. Het was allemaal zo waar. 'S Ochtends ging ik om 8 uur naar de discourse. Zoals altijd 's ochtends om 8 uur. En het was allemaal waar wat hij zei. Het was allemaal zo. Het was allemaal zo. En dan ging ik slapen en dan kon ik niet slapen, want ik deed het niet. Ik accepteerde hem niet en toch was het de waarheid. Nou, 3 dagen niet slapen en ik was gaar om hem een brief te schrijven. Ik heb hem toen geschreven dat ik geen raad wist en zo. Ja, dat precies weet ik dat niet meer. En aan mijn Gerimo gegeven, geeft jij dat maar aan Osho. Nou, zij het aan Osho gegeven. Kom vanavond nog maar een keertje. Nou, ja, zo ging ik daar naartoe. En dat was dan ook weer 's avonds, dat je dan met zo'n 20 of zo op de grond zat, hè. En Lao Tzu. Lao Tzu. En ik zat in het midden van al die andere mensen die stonden te stralen. En ik was zo bang, zo vreselijk bang. En toen riep hij mij ook. Iedereen werd dan naar voren gehaald. En kom maar eens hier zitten. En dat was echt, jij bent Osho, ik zat daar. Zo'n enorme massa energie kwam er op me af. Oh, jij bent inderdaad anders dan ik. Want ik was al zover dat ik mijn eigen foto op me droeg. Ja. Ja. Maar zo iemand heb ik nog nooit ontmoet. Nee, daar kan ik nog van leren. Ja, hoogje. Ja, zo. Dus moest
een papier kwam er, hè, met mijn naam erop. En toen kwam de dooddoener eigenlijk. De dooddoener was dat hij zei, Ma, Deva, Gita, will that be easy for you to pronounce? Oh. Nou, hij had het zo, zo fijn gevolgd helemaal, wat er in mij speelde. Oh, yeah. Ik was bang dat ik een naam zou krijgen als Christ Chaturny. Weet je nog? Oh ja. En dat ik daarmee naar huis zou moeten en dat ik dat zou moeten zeggen aan iedereen, dat dat mijn nieuwe naam was. Nee, ik kreeg een naam die makkelijk uit te spreken was, waar ik mee thuis kon komen. En ik hoefde niet meer bang te zijn dat ik hem misloop. Nou, het was echt zo ontroerend. En ja, sindsdien heb ik hem ook niet meer los kunnen laten. In de loop van de jaren dat ik er geweest ben, en ik ben er heel veel geweest, heeft hij mijn naam twee keer veranderd. Van Deva is het eerst, ik weet niet meer geworden, toen is het Prem geworden. En daar had ik zo'n ja, weerstand tegen eigenlijk. Want Prem, dat heette allemaal Prem. Maar toen werd ik ook een Prem en toen voelde ik me toch helemaal gelukkig, weet je. Dat ik dan toch blijkbaar bezig was om van mezelf te gaan houden. Dat heb ik eruit gehaald. Ja, dat moet je leren, van jezelf houden, weet je. Dat, zeker als je uit die tijd stamt van voor de oorlog. Ja, 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 ja. Met al die gengen regels van hoe alles moet. Daar had ik wortels in. En dat heb ik nog. En dat moet ik echt oppassen. Ik moet altijd voor iedereen klaarstaan. Ik moet zorgen dat iedereen het goed heeft. Ik moet zorgen dat er genoeg eten voor iedereen is, een lekker taartje. En ik moet zorgen dat jullie je goed voelen hier. Dus je moet heel veel van jezelf. Ik moet heel veel. Dat was het hoofdding. Dat ja. is het. Ik moet heel veel. En dat ben ik aan het afleren. Want ik zit hier dan zo heerlijk in die stoel. En dadelijk kan die stoel nog naar achteren. En dan doe ik er maar een middagdutje op deze stoel. Ik zit hier ook gewoon soms wel een uur achter elkaar gewoon te zitten. En dan gebeurt er niks. En dan denk ik, nou, wat is nou het verschil tussen dood zijn en niet dood zijn? Hoe kom ik hier nou vanaf? maar ik ben ontzettend gelukkig hier met mijn tuin. De natuur is hier zo mooi, in heel Wassenaar. En dat gevoel voor schoonheid heeft zich bij jou in het schilderen geuit. Ik was dus geregeld of ongeregeld een periode in Pune, terwijl mijn huishouden hier gewoon doorging. En toen kwam er een boodschap. Ik moest maar eens naar de, hoe heette dat house? Music House. Music House. Ja. Music House, daar moest ik naartoe gaan. Dat was goed voor mij. Nou, ik wist niet wat Music House was. Dus ik kwam terecht op die kunstacademie, wat het eigenlijk was. En, nou, ga maar zitten. En ik ga zitten en ik krijg het papier voor me en ik krijg een paar potloden. En ik had nooit leren tekenen. Wat moet ik hier nou mee? Ja, ik kijk op en dan Gieter zegt, ja, begin maar. En ik werd zo boos. Krassen. En dat staat misschien ook wel in dat boekje. En nou, van dat krassen kwam het, na het potlood kwam het, het zwarte, hoe heet dat, houtskool. En ik kwam het in de waterverf. En toen ik lang genoeg waterverf had gedaan, zei ik dat ik klaar was met waterverf. En dat ik wat solider spul nodig had. En ik dacht zelf aan de klei of zoiets dergelijks. En toen zei Gitesh, dan ga je nu olie verven. En ik kreeg onmiddellijk een ander soort van verf, een ander soort van kwast. En op een goed moment werd het schilderen werd hoofdzaak. En ja, het is goed geworden. Je ziet, dat is mijn, de herfst van mijn leven.
De herfst van mijn leven, zo heet het. En dat is het laatste grote schilderij geweest. Daar hangt ook iets wat ik zelf heel mooi vind. En dat is wat ik geschilderd heb toen mijn man overleden was. Dat is nou 25 jaar geleden. En toen ik thuis kwam uit Pune, toen voelde ik pas hoe erg dat voor me was. En toen heb ik dat geschilderd. En er zet een maanlicht over de donkere zee. Er is nog wel licht. Ik ben opgevoed als intellectueel. En ik voel me meer thuis in de kunstwereld dan in die... Ja, ik kan ook wel denken, maar... dit is mijn leven eigenlijk. Heel bijzonder. En dat is ook een leuk schilderijtje. Dat heet het Sprookjesbos. Toen moest ik nou eindelijk eens andere kleuren gaan gebruiken. En ik werd zo boos dat hij me voorschreef wat ik wel en niet moest doen. Dat ik heb gewoon gedaan en op het laatst zijn die bomen ervoor gezet. Maar dat wist ik niet. Het is gewoon... Een spontane en ja, niet fruitje te en nu heet het Sprookjesbos. Het is ook mooi dat die kant van je naar buiten is gekomen. Hè? Gewoon door daar te zijn en door helemaal op jezelf teruggeworpen te zijn. Ja. Kwam die kant naar buiten. Dat was dus Osho die dat gezien heeft. Dat ik niet gelukkig was. Daar heeft hij me naar de kunstacademie gestuurd. Zonder dat was ik daar niet gekomen. Een directe boodschap van Osho, die zag dat blijkbaar. Ik was in Pune toen Osho wegging. Waar hij naartoe ging, dat wist niemand. Maar hij ging weg. Hij was weg. Hij was weggegaan. Ja. En wat moest ik dan in Pune zonder Osho? Dus ik ben niet zo lang daarna ook naar huis gegaan. Bij ons thuis, daar kwam... Santosh. Oh ja. Santosh die is ook uit Pune weggegaan. En die heeft een hele groep mensen om zich heen verzameld. Hij ging wonen, geloof ik, in Amsterdam. En hij organiseerde dansfeesten ook. En die waren bij ons thuis. Ja, dat herinner ik me nog. Ja, dat was echt leuk. En die dansfeesten, daar kwam mijn man natuurlijk ook op af. Al die mooie meisjes, hè. Leuk. Nee, dat is zonder gekheid. Ja, ja, ja. En die stuurde ook naar hem toe. Want hij moest toch ook langzamerhand eens een beetje loskomen. En op een goede avond vragen ze ook weer in zo'n dansstemming. Nou Pit, wanneer is het nou jouw term om zo'n jas te nemen? Hè? Wanneer doe je dat nou nog eens? Ja, dat komt wel. Dat moet ik echt voelen. Dat was het woord toen. Je moest het voelen. En nou goed, nog even later. En wanneer kom je nou eens ook naar Pune? Oké, nou. En goed, hij staat op. Ik zie het nog voor me. Loop naar de telefoon. Belt naar Lakshmi. En ik word even later teruggebeld. Osho zegt, kom dan maar direct. En hij heeft zijn koffer gepakt en hij is gegaan. En heeft zijn jas genomen. En toen ben ik daarna ook gegaan naar de ranch. En het was voor mij verschrikkelijk. Ik vond het... ik was er. En dan waar ik, ja, daar leerde ik die... Kavisha en allemaal kennen, die ook daar woonden in. Dus ik had het al wel aardig, maar ik had niks te doen. Het enige werk wat ik kon doen, dat was naar de bibliotheek die er dan was gemaakt, gaan en mala's maken, mala's rijgen. En daar waren de broers van Osho bij, twee broers die ook mala's maakten. En wat doe ik hier eigenlijk? En dat merkte Osho ook. Hij wist dus dat ik niet gelukkig was op de ranch. Nee, dat was ik absoluut niet. Want ik kon niet met mijn handen werken en daar de wegen aanleggen. En bruggen bouwen en huizen bouwen. Wat ze allemaal, die jonge mannen en vrouwen, ook deden. Dus ik was daar helemaal niet op mijn plek. En toen heeft hij ook weer iets heel origineels bedacht. Moest ik Amerika doorreizen. Ik was nooit in Amerika geweest.
ik moest dus van de ene dag op de andere naar het dichtbijzijnde centrum gaan. Nou, en toen heb ik van, ja, het is niet voor te stellen als ik het nu vertel, maar ben ik heel Amerika doorgereisd, van centrum naar centrum. Op straat de mensen vragen, hoe kom ik aan een bus naar daar en daar? En ze waren allemaal erg aardig, maar ze hielpen je niet. Nee, ze waren aardig, maar dat was het dan ook weer. Dat waren Amerikanen. Maar toen ben ik dus eigenlijk ook in Maui terechtgekomen. Hawaii. Ah, ja, 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 ja. Van het ene centrum naar het andere. Af en toe was het centrum, dat herinner ik me nog wel. Ja, daar hadden ze ruzie met elkaar. En toen wou ik er niet blijven. Ik zei, nee, dat doe ik niet. Ik voel me hier niet gelukkig. Jullie maken ruzie, ik ga hier weg. En toen zei ze, oh, nou, dan moet je naar Kavisha gaan. Die hebben me naar Kavisha gestuurd. Toen heb ik bij Kavisha gelogeerd. En die nam er in de armen. En die zei, oh, dat heb jij ook wel meer gedaan, hè? Zo. Ik zei, ja, dat vind ik wel lekker. Ja, we waren wel vrij met elkaar. Toen na een aantal maanden, misschien wel 5, maar misschien 3, zeg nog maar 3, die was ik wel een beetje klaar met dat reizen door Amerika. En was het ook weer tijd om naar de ranch terug te gaan, want er was een paar keer per jaar een festival. Weet je dat nog? Ja, dus toen ben ik naar het festival gegaan. Ja, dat was wel weer heel wat anders. Dat die enorme tent, hè, waar Osho dan danste met de vriendinnen. Ik herinner me heel erg goed dat ik daar was in de periode dat het zo slecht ging. En dat kun je op het schilderijtje van Rajneeshpuram ook zien, dat je daarvan gemaakt hebt, omdat je daar... Dus heb je de sfeer heel duidelijk aangevoeld. Dat je, weet je wel, heb je een schilderij gemaakt met enorme donkere lucht. Ja. En dreigende... Ja, en die staat hier ook dat in. Staat, ja, dat staat daar ook Ach, in. Dat moet het eind zijn zo'n beetje. Wat ik wel heel zeker weet, is dat ik het schilderde zonder enige notie te hebben van wat er ons allemaal boven het hoofd hing. Een heel groot tableau van de ellende die in de lucht zat, maar mij nog niet bekend was. Dit is dus de Dango van Osho. Gevangenissen en zulke dingen. En dat zat in de lucht. En dat heb ik toen geschilderd, maar hoe dat kwam, dat weet ik niet. Na het vertrek van Sheila voelde ik opeens een grote opluchting. En pas nadat Osho in gevangenschap en ballingschap was vertrokken, werd mij duidelijk dat de dagen van onze mooie ranch geteld waren. En dat mij vertrok. Ik bleef zo lang mogelijk. En ik zie nog hoe de 99 Rolls Royces op trailers door de sneeuwstorm in een prachtig wit landschap werden weggereden. Het was nu eindelijk eind december 85 en ik ging naar het huis tot Duin in Noordwijk. Ja, ik heb toch wel een beetje wild geleefd, geloof ik. Maar... Ja, het is gewoon zo. En nu zit ik hier te genieten van mijn oude dag. En dat gaat ook best. Ja. Het is duidelijk, de vogel vlucht nu helemaal alleen in de oneindig grote ruimte. Ja, we zijn er nog. En wat het nou is om er niet meer te zijn, dat kan ik je niet navertellen. Was love so completely till I was loved.